jongens, welkom bij een nieuwe video en vandaag is het een hele speciale video. Ik heb dus 2 jaar geleden een Renault Twingo'tje gekocht. Ik had een autootje van iets van 900 euro bij een garage gevonden. En ik dacht, nou, dat is perfect voor mij. Mooi inrijautootje. Daar heb ik dus bijna 2 jaar mee kunnen rijden. Maar afgelopen maand moest die APK gekeurd worden en er mankeerde een hele hoop aan, kan ik je vertellen. Dus in deze video ga ik mijn oude autootje wegbrengen en wordt er een nieuw autootje aangeschaft. Het was namelijk zo dat de oude auto, de Twingo, daar mankeerde zoveel aan. De kosten van de APK duurder zouden zijn dan dat ik ervoor betaald had voor dat autootje. Al met al heb ik echt super fijn gereden in dat autootje. Het was echt een beetje mijn botsautootje geworden. Ik pakte er af en toe wat paaltjes mee, wat muurtjes mee, wat boompjes mee. Maar eigenlijk maakte dat niet zoveel uit. Tenminste, mij maakte het niet zoveel uit, omdat het was een vrij lelijk autootje. Dus een krasje meer of een deukje meer. Ja, whatever. Maar goed, het was dus tijd om hem naar de sloop te brengen. Hallo dames en heren, jullie kennen mij misschien niet, maar ik ben de vriend van Darcy. Ik ben Koen, hallo. Grapje. Dit is het allerlaatste ritje wat we hebben in de auto van Darcy. En we werden net gebeld en ik kon degene waarmee we aan het bellen waren niet eens verstaan. Want zoveel herrie maakt deze auto. Dus straks, als het rustig is, dan is dat wel heerlijk voor mijn oren. Ben je blij? Ik ben heel blij, ja, zeker. Ben je blij dat deze auto straks helemaal zo krr, 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 tot een heel klein vierkantje wordt geperst? Ja, weet ik niet. Ik ga hem niet per se missen, maar ik heb er wel heel veel plezier aan gehad aan deze auto. En het was een hele mooie inrijauto. En het was je eerste echte eigen auto. Ja. En ik heb er heel veel paaltjes mee geraakt. En heel Gisteren reed Darf nog op zo'n betonblok, weet je wel? Zo'n witte, in zo'n punt zo. En daar reed ze gewoon zo'n kding op. En toen zei ze, oh, volgens mij ben ik ergens tegenaan gereden. Toen keken we. Echt hard. En toen zat heel dat betonblok gewoon onder de motorkap ongeveer. Ja. Maar goed, ze reden gewoon weer vanaf en er was geen krasje te zien. Dus deze auto was wel net een botsauto. Ja, oprecht. Dat was echt een goede auto hoor. Dat moet je straks met de nieuwe auto niet doen. Nee, dat moet ik zeker niet doen. Dus het is bijna zover. We gaan hem ophalen en dan gaan we hem overschrijven. En dan krijgen jullie straks de money shot. Nou, hier gaat de auto straks ook naartoe. Je ziet ze daar al bezig met andere auto's. En hier wordt dus de oude auto van Dars straks ook gesloopt. Hier staat een auto echt heel gevaarlijk op dat ding. Ja, kijk hier nog meer. Allemaal kapotte auto's. Ja, we gaan eens even kijken hier. Nou, daar gaat Darcy's autootje. Kijk, daar staat hij. Bij de sloop. Hier komt een heel verdrietig muziekje onder. En eigenlijk deed dit me best wel een beetje pijn in mijn hart. Het is toch je eerste autootje. Maar goed, dan wordt je kenteken dus overgeschreven naar de mensen van de sloop. Ik heb er nog 100 euro voor gekregen, dus daar was ik trouwens heel erg blij mee. En toen moest ik hem daar achterlaten. En ondertussen zag ik hoe andere auto's gesloopt werden. Dat was ook echt super heftig om te zien. Er stonden nog best wel mooie auto's tussen, maar waarschijnlijk zijn daar dan alle onderdelen uitgehaald en worden ze daarna gesloopt. En toen was het tijd om mijn nieuwe auto op te gaan halen. Deze hadden we al. Ja, deze was eigenlijk al helemaal geregeld. Dus die was al helemaal aangeschaft. Het enige wat er nog moest gebeuren is dat die eventjes op mijn naam gezet moest worden. En hij moest nog eventjes opgehaald worden. Dus dat gingen we daarna doen. Oké, inmiddels is het de volgende dag. Is mijn auto naar de sloop gebracht. Die wordt waarschijnlijk nu ongeveer gesloopt. En zitten we in de nieuwe auto. En jullie hebben de buitenkant nog niet gezien. Dat gaan we straks eventjes laten zien. Maar eerst gaan we even een lekker rondje rijden. Ik heb dus een half elektrische auto, half benzineauto. En wat kan ik nog meer over de auto vertellen? Ik weet het niet zo goed. Dat hij heel mooi is. Hij is heel mooi. En ja, luxe. Hij is heel mooi en luxe. Zeker in vergelijking met wat ik had natuurlijk. Ik had echt een, Koen noemde het gisteren heel erg mooi. Een botsautootje. En zo gebruikte ik hem ook een beetje. Ik reed best wel makkelijk tegen paaltjes en boompjes aan met parkeren. Maar nu kan dat natuurlijk niet meer. Het enige wat deze auto mist zijn parkeersensoren en een achteruitrijcameraatje. Dus die wil ik er heel graag nog op gaan laten plaatsen. Maar voor de rest is die echt perfect. Vinden jullie een mooi meiden? Ja! Wat voor auto is het? Een blauwe! Audi! Ja, een Audi hè!
En dat is dus mijn nieuwe auto. Ik ben er heel erg blij mee. Ik moet je wel even zeggen, ik vind het ook wel heel erg eng om in dit autootje te rijden. Het is natuurlijk best wel een mooie auto. Best wel een dure auto ook. Het is geen nieuwe auto uiteraard. Het is wel gewoon een occasion. Ja, dat is mijn nieuwe autootje. Ik ben er echt super blij mee. Ik hoop dat ik hem heel erg mooi en lang netjes kan houden. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om zo een beetje door mijn auto-avontuur heen te gaan. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Vergeet vooral niet te abonneren, mij te volgen op Instagram, TikTok en Twitch. En dan zie ik jullie snel weer met een nieuwe video. Bye!